Oh. Ik heb het geluid iets harder gezet, dus ik hoop dat het nu goed is. We gaan weer verder met de verborgen genade, Efeze 3. Dus we hebben net gezien de geprofiteerde genade. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat gaan we niet doen. Maar Efeze 3 vers 2. Voorheen was men onder de wet, van Adam tot Mozes. En toen heb je van Mozes tot Christus en wij leven nu onder de Christus naar de openbaring der verborgenheid in de bedeling der genade. Onder de wet waren de regels voor hun toen om te leven. En later krijgen onder het nieuwe verbond hebben ze natuurlijk wat hij hun wetten in hun schrijft. En wij leven nu in de bedeling der genade in Efeze 3 vers 2. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dus Christus is aan Paulus verschenen, dat weten wij met zijn bekering. En je kan het 3 keer lezen in Handelingen, dat is de slag van zijn bekering. De eerste keer heeft Lucas het opgeschreven in Handelingen 9. En later is hier 2 keer dat hij het zelf vertelt, voor Felix onder andere. En dat Christus zegt, ja, ik zend jullie er nu naartoe. Hij is daar tot een apostel gemaakt. Om naar de heidenen te gaan, voor de heidenen, de apostel van de heidenen. De bedeling der genade die aan mij gegeven is, aan u. Dus aan wie is de bedeling der genade? Aan Paulus gegeven. Het heeft ook een naam, hè? De bedeling der genade. De uitdeling van genade. Wat is nou het verschil? Genade is genade, toch? Bij God genade kan alleen maar door het kruis. Sinds het kruis gekomen is. Absoluut. Hoe worden wij nu zalig? Ik geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Hoe werd je onder het nieuwe verbond zalig? Ik geloof dat Christus de Messias is, de Zoon van God. Ja, dat hij is opgestaan uit de dood. En natuurlijk dat hij ook in Jesaja 53, hij is natuurlijk voor de zonde van zijn volk is hij gestorven. Maar bovenal dat moest je ook laten dopen. Want het nieuwe verbond laat ook zien dat ze moesten, hij zou hun met rein water sprenkelen, toch? Dat moet je ook doen. En bij ons is dat natuurlijk niet. Want bij ons, wij worden door de Heilige Geest gedoopt. Dus ja, het is in essentie natuurlijk altijd geloof. Natuurlijk ook voor hun. Maar als jij zei te geloven en je liet je niet dopen, dan was je geen gelovige. Ja? Dus, en dat is onder de bedeling der genade. Het is puur uitsluitend genade. Hij heeft alles gedaan, hè? En dan zie je ook, en dat noemt hij namelijk ook de bedeling der genade Gods. Dat zijn de leefregels voor het lichaam van Christus. In deze tijd, het duurt nu al 2000 jaar, maar bedeling betekent in feite een uitdeling van Gods genade. We gaan zo daar meer over zien. Dat hij dat ook doet. Ja? En daarom heet het evangelie, waarin wij geloven, heet daarom ook het evangelie van de genade Gods. Ja, niet het evangelie van het koninkrijk. Want dat is weer onder het nieuwe verbond hier op aarde. Die aan Paulus gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Zie je? Dus Johannes heeft een openbaring gehad van de Heer Jezus in een visioen, het laatste boek uit de Bijbel. Paulus heeft ook een openbaring gekregen van de Heer Jezus. Maar rechtstreeks van face to face heeft hij met hem gesproken. Kan je het voorstellen? Dat Christus aan Paulus verschijnt. Stel je voor, jij bent Paulus. En dat je oog in oog staat met je verlosser. Wat zal die eerste verschijning geweest zijn? Waarom vervolgt gij mij, heeft Christus gezegd. Je hebt hem vervolgd, ja. De grootste, de zondaren, zegt hij. En dan staat hij er weer geloof. Dan staat hij opeens voor je. Wat zal dat zijn, ja. Maar zo is het wel gegaan. En hij heeft hem natuurlijk, wat heeft hij door openbaringen bekendgemaakt? Deze verborgenheid, gelijk ik met weinig tevoren geschreven heb. En dat is in Efeze 2. Aanstaande weken gaan we het daar meer over hebben. Maar dat is die verborgenheid. Jood en heiden in één lichaam. Het lichaam van Christus. Allemaal uit genade door het geloof zalig geworden. En we hebben daardoor vrijmoedig toegang tot God. Kijk in 2 vers 18. Want door hen, hè, door Christus, hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zie je, wij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Het Nieuwe Verbond toch ook?
Maar wat lezen we daar? Ze werden gedoopt met de Heilige Geest. En de Heilige Geest kwam op hun. Hij was ook al in hun. Maar je ziet in verband met bovennatuurlijke krachten ook. Had dat daar allemaal mee te maken? Dat hebben wij niet. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Die woont in mij. En ik ben door de Heilige Geest gedoopt. En ik ben met de Heilige Geest verzegeld. En ook door de Heilige Geest verzegeld. Dus de Heilige Geest is ook voor ons. Maar je ziet, de werking voor ons is heel anders. Want wij hebben zeer zeker die genade nodig om de zondige natuur te kunnen overwinnen. Wij hebben wel Gods woord en we kunnen zeggen, ja, dat schrijft hij ook in mijn hart. He, wij zijn ook brieven van Christus in feite. Maar toch hebben wij niet die bovennatuurlijke krachten dat wij altijd de wil van God doen. Nou, dat zou in principe moeten kunnen, maar we weten, die zondige natuur, die hebben wij. En in die zin is het niet, ik zal maken, het is nog steeds dat hij het doet in mij, ja. Maar, Romeinen 6, en Romeinen 7, Romeinen 8, jullie kennen de hoofdstukken, die strijd die wij hebben. We hebben wel een bovennatuurlijke kracht, maar niet om bovennatuurlijke dingen te doen, maar om de inwendige mens te versterken. Nou, en we hebben dus wel door die ene geest toegang tot één vader, gezamenlijk met de Jood. En dat was in het verleden, dat was natuurlijk genade, in eerste instantie voor het volk Israël. En daarna komen de heiden, dat verschil blijft altijd bestaan op aarde. Maar hier waar wij heen gaan, is het opgeheven. En dat is die verborgenheid. En dat zegt hij, dat heb ik met weinig woorden tevoren geschreven. Dan refereert hij dus naar hoofdstuk 2. Waaraan, kijk, gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Ja, wie leest dat? Wie wordt het geleerd? Dat kan je ook eens zeggen. Ik ben ook gaan aanbeteren. Ik kwam tot geloof. En daarna, ik kwam natuurlijk uit de kerk. En wat deed ik? Ja. Nou, ik ging naar die kerk, maar toen merkte ik dat ik het daar niet echt meer kon vinden. Dat was een religieus gebeuren, maar ik zocht broeders en zusters met wie ik het geloof kon echt delen, die ook Christus hadden aangenomen. Die zaten er ook wel, maar die leer die klopte ook niet. En dan ga je zoeken, maar ja, ik kwam niks tegen die ook. En zoals ik dit gelezen had, waaraan ga je dit lezen, dan kun je bemerken mijn wetenschap. Ik had het, ik heb er misschien over alleen gelezen, omdat ik me heb laten beïnvloeden, veel te veel, door, nou ja, ik heb het al eens vaker gezegd, door allerlei leerlingen die ik gewoon onderzoek van kerken. En totdat ik er eentje tegenkwam, en het was dof, en die vertelde mij toen dit. En toen, hè? Oh ja, dat staat daar. Zeggen wij toch ook altijd, staat dat toch? Ja, het staat daar. Maar mijn denken was inmiddels al beïnvloed door andere leerlingen. Zie je het? Maar Paulus zegt, als je dit leest, ga je bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuwen de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Ja, aan Paulus is het rechtstreeks bekendgemaakt. En is aan Timotheus en de anderen, Titus en zijn helpers, die hebben verlichting gekregen door de geest. Aan Paulus alleen is het geopenbaard geworden. Namelijk, en dan zie je, de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijn in kracht. Paulus is de enige die dat kan zeggen. Hij heeft die gave der genade gekregen, namelijk het apostelschap van heidenen. Met het evangelie van Gods genade in de bedenking der genade Gods. Hij is de apostel van de genade, in feite, kan je zeggen. En dat is... er is dus die verborgen genade nu, die pas gekomen is wanneer? Sinds apostel Paulus. Want daarvoor hadden wij het dus over, in het Oude Testament was er al over gesproken, over de toekomst van Israël en dat ze verlost zouden worden. En dat dat onder het nieuwe verbond zou gaan gebeuren met het bloed, dat ze vergeving zouden krijgen. Het bloed stond eigenlijk in Jeremia 31 en Ezechiël stond het eigenlijk niet eens bij het bloed. Het werd wel verbeloofd. Maar het Oude Testament moest met dierenbloed ingewijd worden, dat weten we. En ook de vergeving kreeg door dierenbloed. En de Heer Jezus Christus zegt later, als hij daar met die apostelen zit, zegt hij, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Kijk jongens, broeders, dit bloed wat ik nu ga geven, zo aan het kruis, met dat bloed wordt het nieuwe verbond ingewijd. En dan gaat het in werking, want de dood van de testamentmaker is tussen gekomen. En dan gaat die genade, die gaat in werking, die gaat in vervulling. De genade aan hun geschiedt, wat Peter over schrijft.
Nou, maar hier zien wij, wacht eventjes, met Paulus, de stenig van Stefanus. Christus die is weer teruggegaan en is aan Paulus verschenen. En Paulus is een bekeerling van Christus en hij gaat Gods genade verkondigen. Wat verkondigt hij? Gelijk door het geloof in Jezus Christus, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Je hebt helemaal niet over een verbond. Ik weet wat 2 Korinthe 3 spreekt over het nieuwe verbond, in verband met ons, maar daar ga ik nou niet over hebben, een andere keer misschien. Maar dit is waar het om gaat. En daar is Paulus een dienaar geworden en hij heeft de gave van de genade Gods gekregen, die is aan hem gegeven, namelijk het apostelschap. Kijk, mij de allerminste van al de heiligen, zie je, hij is niet hoogmoedig. Gelijk zegt hij, de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven, dat apostelschap en in de bedeling der genade. Apostel van de heidenen, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, kijk, daar heb je het, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onnaspeurlijk, verborgen dus. Christus is niet onnaspeurlijk op zich. Dat weten wij. In het Oude Testament is er zoveel over hem geprofeteerd. Zelfs wat hij dacht aan het kruis, Psalm 22. En in Jesaja 53, bekende hoofdstukken, maar veel meer. Er is over geprofiteerd, dus je kon dat allemaal wel weten. Maar waar Paulus over spreekt, is niet na te speuren. En het is een rijkdom voor ons heidenen. En hij is degene die dat evangelie verkondigt. En dat hij ook zegt, door het kruis heeft hij dat allemaal voor ons bereikt. En ik ben degene die dat aan jullie bekend maakt. En allen te verlichten. Hij is de apostel, dat hij dat verkondigt en dat wij ook allemaal verlicht zullen worden, dat wij gaan verstaan wat de gemeenschap van die verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Het is altijd in God verborgen geweest en pas aan hem geopenbaard. En er niet, en niemand eerder, ook niet, Christus sprak hierover niet over, de engelen, die wisten het niet. En hij, wat hij vertelt, dat geeft ons ook de verlichting waardoor wij het gaan verstaan wat die verborgenheid is. Die altijd verborgen is geweest. Dus Paulus zegt daarvoor, ik de allerminste van alle heiligen toch? Hij is niet hoogmoedig, maar hij moet dat wel zeggen, het is zijn verborgenheid. Kijk, de apostelschap geeft hem de autoriteit. Net als je iemand op straat tegenkomt, een agent in burgerkleding, die woont hier vroeger ook in de staat, was gewoon, hé Jaap, en hoe gaat het ermee? Maar als hij in zijn uniform loopt, dan oh, wacht even, dan is het iets anders, ja? Ik ben ook een keer door een vriend aangehouden met drankcontrole toen ik nog jong was. En die speelde mij in het voetbalelft, dat stond op doel. En op een gegeven moment kwam ik uit Aanschaansleven en stond er, hé Rob, zeg ik. Maar Rob was, hallo Jan, heb je gedronken? Ja, zo ging dat. En ik was slecht, oh ja, ja, het is niet Rob, ja, het is Rob, maar ik sta nu voor een autoriteit. Ja, snap je het verschil? Met Paulus ook, hij was de allerminste van alle heiligen. Dus hij zegt, ik ben helemaal niks. Maar als hij namens zijn bediening gaat spreken, dan spreekt hij met kracht. Dan is het ik. Als je dat hier in dat hoofdstuk ziet, is het allemaal ik en mij. En ik maak het jullie bekend. En als je deze onnaspeurlijke rijkdom gaat bestuderen, kijk, dan krijg je ook de verlichting. En ik ben daar de apostel van. Dus dan staat hij wel op zijn streep. Absoluut, ja. Dus hij is een Jood en hij is de apostel van ons. Dat is nou die verborgen genade. Zie je, het is duidelijk, het is nooit bekend geweest wat hij verkondigt. Nou, wat houdt die genade nou in? Nou, Titus 2 vers 11, dat is natuurlijk bekend. We doen ook veel herhaling. Maar Titus 2 vers 11, daar komen we met Titus, want ik ga natuurlijk wel weer verder met Titus, want dit gaan wij zo meteen, dit onderwerp, de werking, de genade in actie, of genade in werking, ga ik in het eerste gedeelte de aanstaande weken behandelen. Hoe dat werkt ook in ons en in de inwendige mensen en dat soort dingen. Maar Titus 7 vers 11, Titus gaan wij wel gewoon weer mee verder. Titus 7 vers 11, want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Wat houdt die verborgen genade nou in? Nou, dat het zaligmakend is, dat is één. In tegenstelling tot de wet, toch? Wat doet de wet? De wet is niet zaligmakend, toch? De wet is alleen maar verdoemend. Door de wet is kennis van de zonde gekomen. Door de wet is alle mond gestopt. Door de wet weet iedereen dat hij een zondaar is. Dat we allemaal schuldig tegenover God staan. En dat we reddeloos verloren zijn. Wat doet de wet in feite? Die zegt tegen de mensen, of die laat de mensen zien dat ze een verlosser nodig hebben. Dat is wat de wet doet. Ik ben tot overtuiging. Ik had van de week ook een heel gesprek met iemand, een klant. Nou, helaas duurt het te lang om te vertellen, maar in ieder geval, daar heb ik het ook tegen gezegd. Die dacht ook, ja, ik kom wel in de hemel, want ik doe het al de geboden. Dat was echt, ja hoor, ik,
Dus daar heb ik ook een heel gesprek over gehad. En toen heb ik natuurlijk ook laten zien aan de hand van de wet, waarvan hij zelf zei, ik doe de 10 geboden. Nou, dat is natuurlijk, dat is zo gebeurd om iemand te laten zien dat je dat niet altijd gedaan hebt. En dat die wet dus, hij dacht door die wet, doe ik 10 geboden, eigenlijk zalig te worden. Maar ik heb laten zien, nee, door die wet, dit laat je juist zien dat jij een redder nodig hebt. Weet je wat je zalig maakt? Is genade. De zaligmakende genade God. En dat houdt die genade die Paulus verkondigt in. Hij maakt ons zalig. En die is verschenen aan alle mensen. Wat is genade? Ja, onverdiende gunst. Inderdaad, heb ik het verdiend? Nee, absoluut niet. Want als je kijkt in 3, vers 3. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Nou, daar zit je dan. Heb ik het hele leven in de kerk gezeten. Die man van de week ook. Ik hoorde allemaal wat hij gedaan had. Allemaal, een hele lijst van goede werken. En als je dan dit leest, denk je. En zo zag ik mij misschien zelf vroeger ook wel. En hij ook. Maar dan zegt, wacht eventjes. De meest keurige persoon. Dan zegt hij van, wij waren eertijds, vallen allemaal onder dit rijtje hoor. Niemand is er een vader, er is er ook niet één. En daarom verdienen wij alleen maar de eeuwige straf. En de genade die maakt zalig. De genade waar Paulus over spreekt, die was verborgen. Dat is een zaligmakende genade. Heerlijk toch? Toch fantastisch het woord genade. Want er is rechtvaardigheid geschieden. De zonde, daar is mee afgerekend aan het kruis. Het is niet zo dat God even zonde door de vingers ziet. Nee, en die verschenen aan alle mensen. Dus niet één specifieke groep. Zoals Peter zegt, de genade aan u geschiet. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de kleine kudde. Paulus zegt, nee, de genade die aan iedereen is verschenen. Niet specifiek één volk. En daarna op de tweede plaats komen de heidenen een keer aan de beurt. Nee, het is nu overal ter wereld voor iedereen, is de genade verschenen voor iedereen. En dat is helemaal in tegenspraak wat de Bijbel in de evangelie bijvoorbeeld leert. Want, kijk, als we even naar Matteüs 1 vers 21 gaan. Matteüs 1 vers 21. Bij de geboorte, de aankondiging van de geboorte van Christus. En het begint het gelijk al mee. Ja, Jozef, de engel die verschijnt aan Jozef om uit te leggen dat Maria niet met een ander in bed gelegen heeft, om het zo maar te zeggen, omdat ze verwachting is. Ja, stel je voor, je bent verloofd en dan op een gegeven moment hoor je dat je verloofde een kind verwacht. Dan sta je toch wel raar te kijken, toch? Maar Jozef was een rechtvaardig man en Maria ook, dus die ging absoluut niet, wat tegenwoordig helemaal normaal is, al met elkaar in bed voordat ze gingen trouwen. Daar hebben we geen sprake van. En daar moest die engel aan hem verschijnen om te laten zien, nee Jozef, Maria is bevrucht uit de Heilige Geest. En dan zie je in vers 21, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom? Wat betekent Jezus? God redt toch? Jehovah redder? Ja, Jehovah. De God van de Bijbel, hè? Van het Oude Testament, de God van vader, van Abraham, Isaac en Jacob, dat is zijn naam, redder. Dus Christus is Jehovah redder. En hij zegt ook, en ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom? Want, redder, Jehovah redder, hij zal alle mensen, alle volken, zijn volk zalig maken van hun zonden. Kijk, wij halen altijd de tekst natuurlijk van Matteüs 15 erbij. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat zei hij tijdens zijn leven tegen een heidense vrouw. Maar hier zie je gelijk voordat hij geboren wordt al gelijk gezegd, pats, hij zal zijn volk. Hij is gekomen tot het zijn volk. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Ik weet niet meer hoe ik gedacht heb vroeger. Misschien heb ik dat eigenlijk amper gelezen vroeger, hoe dat geleerd wordt. Maar als je natuurlijk naar de evangelie gaat en denk je, ja, dit wordt natuurlijk met kerstmis waarschijnlijk ook. Maar ik weet het niet hoor. Maar wat, ja, in de vergadering misschien dat ze nog Israël zeggen. Ik weet het niet. Maar de meesten denken natuurlijk van, ja, dat zijn wij. Hij is toch gekomen voor iedereen? Ja, dat klopt. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Maar niet nadat Paulus was geroepen. Wij zijn het geestelijke Israël. Precies. Ja. Dus zijn volk, hè. Kijk ook even mee naar Lucas 1 vers 16.
Lucas 1, vers 16. Lucas 1, vers 16, dat heeft te maken met Zacharias, de priester. En die een engel verschijnt aan hem, terwijl hij daar dus in het heilige staat. Hij had een bediening. In vers 5 zie je het ook staan. Hij was een priester, ja, van de dagorde Abia. En vers 9 zie je na de gewoonte de priesterlijke bediening, die hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. Dus hij was binnen in die tabernakel in het eerste gedeelte, niet in het tweede gedeelte. Waarom niet? Dan mocht alleen de hoogpriester eenmaal per jaar op de grote verzoendag. Dus hij was daar om die kaarsen aan te steken en het reukoffers te offeren. En toen in vers 11 van hem werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En dan zie je, die verkondigt aan hem dat hij vader zal worden van Johannes de Doper. En wat zegt hij over Johannes de Doper, die engel? Hij zal vele de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. Zie je het ook weer staan? Tot de Heere Jehovah, hun God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van het volk Israël. En Johannes de Doper zal vele kinderen van Israël bekeren tot de levende God. Dat is wat er staat. En hij zal, Johannes de Doper zal voor hem, voor Christus, heen gaan in de geest en kracht van Elia om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot voorzichtigheid en rechtvaardigen om de Heere te bereiden een toegerust volk. Volk Israël. Om Israël toe te rusten. Waarom toe te rusten? Nou, ze hebben het natuurlijk niet... Uiteindelijk hebben ze gekruisigd, daarna krijgen ze wel de gelegenheid om zich te bekeren. Maar Israël moest toegerust worden. Waarom? Om de heidenen, als zij eenmaal toegerust zijn, als ze allemaal toegerust zijn en kinderen, hoe zeg je dat? Hier is nog voor het kruis natuurlijk, Christus moest sterven. Maar dat zij de Messias hebben aangenomen en hem zullen gehoorzamen en dan dat evangelie, de redding, naar de wereld zullen gaan brengen. Dat kan alleen een toegerust volk. Nou, en daarvoor kwam Johannes te dopen. Kijk ook in vers 68. Dat is Zacharias. Hij is inmiddels vader geworden. En dan, hij was natuurlijk stom. En hij ziet hij in vers 67, ontvangt hij de Heilige Geest, is vol ermee. En dan gaat hij praten. En dan zegt hij, geloof zij de Heer, de God van Israël. Zie je, dan heb je het weer over de God van Israël. Wij zeggen ook wel, ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Maar ik heb het over het algemeen. Ik zeg zelf liever de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Paulus zegt, is hij ook niet een God van de heidenen? Ja, hij is ook een God van de heidenen. Hij is niet specifiek meer nu de God van het volk Israël. Israël is nu niet in zijn plan. Het is wel dezelfde God, maar in deze bedeling de genade is hij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar hier spreekt hij over de God van Israël, want hij bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. Zie je het? Weer, niet het lichaam van Christus, zijn volk. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn er heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Hier spreekt hij over de verlossing van Israël. En dat zij ten opzichte van de heidenen, zie je het weer, die twee partijen weer, Israël en de heidenen. En dat zij zullen verlost worden. Hij denkt hier nog niet aan de zonde natuurlijk, dat moest ook gebeuren. Maar verlossing van de vijanden. Want dat zie je nu ook nog, van de week is Peres overleden. En dan zie je op die begrafenis, zie je ook die Albas van de Palestijnen, zag je die zelfs bij zitten. En er was ook een interview, ik heb het niet gezien, maar Paulus vertelde het. Ook een interview met hem en dat er allerlei vragen werden gesteld aan hem. En dat er een zelfs vergeleek met apartheid wat in Israël gebeurt, in Afrika. Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk om zoiets te zeggen. En toen zei hij ook, de Joden zijn toch altijd al vervolgd geweest. Hoe kan je dat, als er één volk geen apartheid wil in Israël, dan is het wel in Israël zelf de Jood. Ja? Want wij zijn zelf altijd al zal zodanig behandeld. En zo is het ook. En straks wordt het nog veel erger in de grote verdrukking. Dus die vijandschap was er toen, en die is er nu zelfs, en die zal er zo meteen ook zijn. Pas als ze in het koninkrijk zijn, dan zijn ze verlost daarvan. En dan heersen zij over hun vijanden. En dat is waar ze naar uitzien. Maar je ziet hier in vers 72 ook, daar spreekt hij ook over opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig werd aan zijn heilig verbond.
en aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. En Abraham had hij beloofd een groot volk en een land waarin ze zullen wonen. En aan David dat ze een koninkrijk zullen hebben. Nou, dan kan je nog veel verder gaan. Maar als je kijkt in vers 77, Johannes is een profeet om zijn volk. Hij is gekomen tot het zijne, ja. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Niet de volken, maar zijn volk kennis der zaligheid te geven, vergeven van hun zonden. Dus ja, als je zegt de zaligmakende genade is verschenen alle mensen. Nee, hier kwam het specifiek voor zijn volk in kennis van de zaligheid te geven en in vergeving van hun zonden. Het bloed van het nieuwe verbond wat voor Israël gevloeid is. Nou, dus ja, en dan kijk je ook in vers 78, door de innerlijke beweging der barmhartigheid onze Gods, met welke ons Israël eerst, zie je dat? Bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Nou, dus ja, dat is wat Paulus schrijft. En als je nog even naar Lucas 2 gaat, zit vlakbij, en dan zie je in de tempel, en dan zie je dat spreekt Simeon, en die ziet de baby, de Heer Jezus, die wordt opgedragen in de tempel. En dan zegt hij vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij ziet de baby, de Heer Jezus Christus, klein, en die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en heerlijkheid van uw volk Israël. Zie je het? Tuurlijk, niet uw volken, de volken. Maar dan spreekt hij vers 32 over uw volk Israël. Dus eerst Israël en Christus. En zij zullen een licht zijn voor de wereld. En dan uiteindelijk dat licht ook naar de heidenen gaan brengen. Misschien een beetje uitgebreid, maar het is goed om dat te zien. Als dat je alleen maar die tekst al ziet van de verloren schapen van het huis Israël. Maar het is er helemaal van doordrenkt dat het specifiek Matthäus tot met Johannes is expliciet Joods. Ja? En de zaligmakende genade is verschenen nu aan alle mensen. Nou, wat doet de zaligmakende genade? Het maakt ons zalig, ja? En wat doet er nog meer? Als we terug naar Titus gaan. Titus, we waren net. Titus 7 vers 11. En onderwijst ons. Dus het maakt mensen zalig. En als je eenmaal zalig bent, want er staat en onderwijst wie? Ons. Dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Dus God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, de genade maakt je zalig als je het gelooft. En onderwijst ons. En dat zijn degenen die tot kennis van de waarheid gaat brengen. Dat staat vermeld in de genade, ja, in de brief van Paulus. Dan kom je tot kennis van de waarheid. En als je die kennis van de waarheid hebt, dan ga je het ook doen. Dat is wat hij wil. En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan wij ook mensen tot kennis van de waarheid. Eerst zaligheid, zoals ik van de week die man sprak. Ik heb hem verteld om zalig te worden. Maar meer heb ik niet verteld. Want het tweede aspect, want later, nou ja, hij ging dan ook wel naar de hemel. En ik ging naar de hemel natuurlijk, want dat had ik natuurlijk ook gezegd en verteld. En hij nam het niet aan wat ik zei, maar toen ging ik weg. Hij zei, nou ja, goed, we zien elkaar dan toch in de hemel. Hij nam wel niet aan wat ik zei, maar hij kwam wel in de hemel. Dus ik was op het punt nog steeds van, hij moet nog gered worden. Als hij helemaal gered is, dan ga ik hem tot de kennis van de waarheid brengen. Dan ga ik hem verder vertellen over het genade-evangelie. Dus dat doet de genade-evangelie ook. Het maakt je zalig en dan gaat het ons onderwijzen. Ons onderwijzen. Nou, wat doet de wet? De wet, die doet heel wat anders. De wet is de bediening van de verdoemenis, zegt hij. Maar de genade, die onderwijst ons. Wat? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenen. Dat we daar ons van afkeren, dat we dat verloochenen. Ja, wordt niet gelijk voornemig, ja? Dat we juist die dingen van de wereld juist niet gaan doen. Maar matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus ja, als mensen komen naar ons van, ja, met je genade kun je maar doen en laten wat je wil. Ja, je kan doen en laten wat je wil. Maar de genade leert juist dat we niet gaan doen en laten wat we willen. En wat doet de wet? Gaan we mee naar Romeinen 7.
Dus wat houdt die genade nou in? Of, dat zeg ik eigenlijk niet goed. We hebben net gezien, wat houdt het in? Het is zalig maken. Voor wie? Het is voor alle mensen. Ja, dat is de verborgen genade. Het is verborgen. Het is zaligmakend. Het is voor alle mensen. Dus dan zie je heel specifiek de verschillen tussen de verborgen genade. En nu zien wij, wat doet het? Nou, het leert en onderwijst ons. En dat is heel in tegenspraak met de wet. Want Romeinen 7, dat kennen we natuurlijk wel, wat er staat. Vers 7 zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nou, dat zei verder, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Ja, dat is eigenlijk wat Romeinen 3, vers 20 leert. Dat door de wet is wat? De kennis van de zonde. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, de zonde in mij. De zonde in mij, ja, in ons allemaal. Oorzaak genomen hebben door het gebod. Dus de zonde heeft een oorzaak gevonden door het gebod om te gaan zondigen. Want zonder de wet, wat is de wet? De wet is de wat? De zonde. De wet is de kracht van de zonde. De wet bekrachtigt de zonde in mij. De zonde oorzaak genomen hebben door het gebod, dat is dus het gebod, gij zult niet begeren, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Dat wil zeggen niet dat je geen zonde hebt. Want kijk, voor de zondvloed was er ook de wet niet. Nou, iedereen ging dood. Wij hebben het met Romeinen 15 nog over gehad. Iedereen ging dood. Maar niet omdat ze onder de wet waren. Maar omdat de zonde in hun was. Maar door de wet is dat juist naar boven gebracht. Je kan nog een excuus hebben. Maar nu staat het beschreven. En het staat duidelijk. En nu kan je niet meer zeggen, ja, weet ik dat. Je hebt toch een geweten? Ja, nou, mijn geweten zegt dat helemaal niks aan de hand. Maar nu hebben we duidelijk staan, gij zult niet begeren. Dus ja, nu wordt het ook duidelijk. Als je op een woonwijk altijd 30, je rijdt ergens en je rijdt gewoon maar aan. Je hebt geen wet, niks. Dan kan je doen wat je wilt, toch? Dan weet je ook niet dat je fout bent. Dus als je een beetje nadenkt, denk je, nou, hier heb je kleine kinderen, misschien mogen we rustig aan. Maar er is geen wet die jou verbiedt om daar te rijden. Je kan je ook niet bestraft worden. Totdat er op een gegeven moment een bord staat en staat 30. En als ik dan 100 rijd, dat zei ik tegen die man ook nog. Zeg, ja, dan kan ik zeggen wat ik wil. Ik kan wel zeggen, ik heb mijn hele leven toch altijd aan de wet gehouden. Maar ik heb één keer een overtreding begaan. Ik rijd nu, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 31 waar het 30 moet zijn. En nu moet ik, dan kan je toch even zeggen, nou, je hebt je altijd zo goed gedragen, laat maar zitten. Nee, voor de wet ben ik gewoon schuldig. Ik ben gewoon schuldig voor de hele wet, klaar. En dat is met dit ook zo. En Paulus zegt, zonder de wet is de zonde dood. En door die wet is die zonde gaan leven. En krijg jij kennis van de zonde. En dan weet je, je hebt geen verontschuldiging meer. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar toen het gebod gekomen is, zo is de zonde wederleefd geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde, is mij ten dood geworden. Het gebod wat mij ten leven was. Is de wet verkeerd? Nee. Staat er allemaal goede dingen in de wet? Zeer zeker. En toch is het mij ten dood geworden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Zie je? Door het gebod van de wet heeft de zonde een oorzaak genomen. Een reden. Je ziet toch ook wel eens dat iemand zegt, ze zoeken een reden om iets te doen. Als je iemand kwijt wil, je kan niet zeggen, zo, maar hoep hem maar op. Maar totdat een keer iets gebeurt, denk je, hey, daar heb ik iets om hem te pakken. En de zonde ook. Die heeft nu een oorzaak gevonden door het gebod. Het gebod, en dat heeft mij verleid. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en het rechtvaardig en goed. De wet, dan mankeert het niet aan. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zijn verder. Het goede van de wet. Dat is mij niet de dood geworden. Maar de zonde is mij de dood geworden. De zonde in mij. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Zie je dat het openbaar wordt? Dus iemand kan zich heel mooi verschuilen. Wat die man bij mij ook van de week deed. Een hele aardige man. En hij verschool zich achter alles wat hij gedaan had. Maar ik ging door naar de kern. Ja. Want door aan te tonen, door die 10 geboden waar hij zelf mee aankwam, daarmee aan te tonen dat hij toch schuldig stond.
En werkende mij door het goede, dus door de wet, werkte mij door het goede het de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Nou, dan kan je het hele stuk lezen, maar de conclusie is dan, voor iemand die onder de wet gaat, wat leert de wet? De wet leert dat je een zondaar bent. En wat is de conclusie? Vers 24, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dat lichaam deze doods? Het lichaam der zonde, dit lichaam, het lichaam is het lichaam deze doods. En daar zit die zonde in. En dat is de oorzaak van het probleem. De zonde zit in mij. Dus ik ellendeling. Dus als ik nou zie, ja, voor wie is de genade? Die is voor iedereen. En wat doet die wet? Nou, het onderwijst ons dat wij matig, rechtvaardig en godzalig zullen leven in deze wereld. Maar als ik dus naar de wet ga, dan zie ik, hé, wat doet de wet? Die leert mij juist. Nou, leert mij, wat werkt die in mij? Dat, die leert mij goed te doen. Alleen het resultaat is dat ik onmatig ga leven, niet godzalig ga leven. En wat was die andere ook weer? En niet rechtvaardig zal leven. Dat doet de wet. Met andere woorden, schuldig, schuldig. Nou, Romeinen 5, hoe krijg ik die genade? Hoe krijg ik die genade? Het is zaligmakend, het is voor iedereen. De genade moet je aannemen. Het wordt je wel gegeven, het wordt je aangereikt, maar je moet het aannemen. En Romeinen 5 is daar heel duidelijk in. Als je Romeinen 5 leest, vers 15... Kijk, hij begint in vers 12 over Adam. Door één mens. Romeinen 5, vers 12 en de rest van het hoofdstuk is moeilijk. Moeilijk hoofdstuk. De enige manier om het op te lossen is door te gaan kijken van... Het praat over wat het resultaat is van als je in Adam bent. Wat het gevolg is van wat Adam heeft gedaan. En wat het gevolg is als je in Christus bent. Het heeft allebei een resultaat namelijk. Nou, als je kijkt... In vers 15, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, kijk, en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Kijk, niet zoals de misdaad, dat was van Adam, die heeft gezondigd. Zo is de genade, wat is dat? Gift. In dit hoofdstuk is dat genade, is dat charisma. Charisma. We hebben het wel eens over de charismatische beweging. Charisma. Het is een gift. De gave, de genade is een vrije gift van God. En het is niet zoals de misdaad. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade is een gave. Kijk, door de misdaad van één is iedereen gestorven. Dat is Adam. Maar veel meer is de genade van God en de gave door de genade. Wat is de gave door de genade? De gave van Adam. Wat is het resultaat? Hij heeft een onrechtvaardige daad gedaan. Allemaal onrechtvaardige mensen. De genade en de gave van de genade is de rechtvaardigheid. Dat wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. Kijk, nou, die daar is ook door één mens, door Christus... overvloedig geweest over velen. Dus door de één is iedereen gestorven. En door de genade van God is door één mens, ook één mens, zie je overvloedig geweest over velen, de gave. En niet gelijk de schuld was door die ene. Door Adam was de schuld gekomen over alle mensen. Kijk. Alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Dus door één schuld van Adam is iedereen onder de verdoemenis gekomen. Maar de genade gift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Zie je, hier heb je dus weer die gift van genade. Ik zie het altijd maar als een omgekeerde trechter. Bij Adam heb je zeg maar, de trechter is ondersteboven. Dus door één zonde is iedereen. En bij de genadegift is van iedereen, door één mens, krijgen ze door Christus die genade. En de rechtvaardigheid. Tot rechtvaardig maken. Ziet, staat er ook achter. Uit vele misdaden worden wij nu gerechtvaardigd. Want indien door de misdaad van één, dus door Adam, de dood geheerst heeft door die ene, door Adam heeft de dood geheerst, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade, en wat staat erachter?
en de gave der rechtvaardigheid, die staat hier de gave ook erbij, de rechtvaardigheid ontvangen. Dus wat moet je doen? Je moet de genade moet je ontvangen. Je moet het aannemen en dan krijg je het. Niet automatisch, oh, in Adam hebben alle gezondigd en iedereen is verloren en nu door Christus is iedereen gered. Nee, die de genade en de gave van de rechtvaardigheid ontvangen. Wanneer ontvang je iets? Als je het met een open hart aanneemt. Je hebt toch wel eens, je kan wel eens aan iets aan iemand willen geven. We hadden vroeger, dat was een vriend van Ruben, toen gingen we naar de open dag. En die wou alles betalen. Dus we gingen weer terug, gingen naar McDonald's. Nou, wat wil je hebben? Ik zeg, kies maar uit wat jij wil. Maar hij wou me betalen. Ik zeg, nee, je krijgt het van mij. Nou, ik moest helemaal naar de wegen. Maar hij wou het niet. Nou, oké, okay, ja, als je het niet wil. Maar ik vond het natuurlijk niet leuk. Ja. En hij wou gewoon geen, voor zijn gevoel, een schuld krijgen. Maar ik zeg, geen schuld. Nee, je krijgt het vrijelijk van mij. Ik betaal het voor jou. Weet je, je hoeft niet te betalen. Dus met dit ook. Je ontvangt het alleen als je het ook wil ontvangen. Wie neemt iets aan wat hij niet wil? Nou, we weten, er zijn zondaren in de wereld, die willen het gewoon niet. Dus het is niet automatisch. Je neemt het aan. Je ontvangt het omdat het wordt je aangeboden. En je zegt ja of nee. En je neemt het aan. Dus de genade, die moet absoluut aangenomen worden. En dan neem je het. Hier staat het ook duidelijk. Dus ja, Romeinen 5 vers 1 en 2... Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dus dat zijn degenen, wanneer ben je gerechtvaardigd uit geloof? Nou, dat je gelooft, hè? Dat staat in de versen ervoor, 4, vers 5, 3, 24 en 25 aan het eind, dat is dat als je gelooft in Christus, dat is stierf voor je zonde is opgestaan. Dan ben je gerechtvaardigd uit het geloof, dat is die genade. Je hebt het aangenomen, je hebt de gave van de genade die je aangereikt, heb je aangenomen. En dan heb je vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Ja, dat is mijn positie. Mijn positie is, ik heb de genade ontvangen. Ik heb het ontvangen dus. Hè. Moet ik nog elke keer genade krijgen? Want het was natuurlijk de discussie over het lied. Nee, God geeft genade. Ja, dat klopt. Dan gaan we de volgende keer... Ik ben natuurlijk lang zover niet gekomen als ik wilde, maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar de genade, die is beschikbaar voor iedereen, maar wij hebben de genade ontvangen. Absoluut. En wij hebben niks meer te ontvangen in feite. Maar we moeten wel de genade gaan gebruiken en toepassen in ons leven. En hoe doe ik dat? Daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar dit is mijn positie, ik ben gerechtvaardigd uit het geloof alleen. En daardoor heb ik vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toegang hebben door het geloof tot deze genade. Zie je dat? Mijn positie is dus, als God daar hier in de kamer zit en komt beneden, ik kan zo naar binnen lopen. Ik heb toegang tot hem, hè? Vrijmoedig. Want laatst net al door één geest samen met de Jood. Maar hier gaat het heel vanuit mijn positie. Ik ben gerechtvaardigd. Ik heb daardoor vrede met God. Alleen degene die vrede met God hebben, kunnen God. Die hebben toegang tot God. En dat kan maar op één manier. Hoe staat het daar? Door onze Heer Jezus Christus. Dat is die zaligmakende genade die verscheen aan alle mensen. Die heb ik aangenomen. En daardoor heb ik nu toegang tot deze genade. Ik heb elk moment van de dag... heb ik toegang tot hem en kan hij mij door zijn genade, want ik heb toegang tot deze, wat is die, deze genade? Wat is nou deze genade? Ik heb toegang tot, door het geloof tot deze genade. Wat is dat nou die genade? Dat is, ik heb vrede met God. Dat is toch een geweldige genade? Hoe kan je nou vrede met God krijgen? Alleen maar door genade, door het offer van de Heer Jezus Christus. En ik heb nu altijd toegang tot God, tot deze genade, dat ik vrede met hem heb. Zodat ik altijd geholpen kan worden te bekwame tijd, zegt Hebreeën. Allen tijd. En dan roemen wij ook in de hoop der heerlijkheid. Dus ik heb de toegang door het geloof tot deze genade. Dat hij mij in alle omstandigheden zijn genade in mij overvloedig zal doen werken. Dus ja, ik ga bijna afsluiten. Romeinen 12... Dus de vraag is nog steeds, hoe krijg ik die genade? Nou, die heb ik dus, ik heb die genade die is verschenen aan iedereen.
Maar ik heb die genade wel eerst aan moeten nemen. De genade is een gift. En je geeft het aan iemand. En die persoon, die neemt het aan of neemt het niet aan. Ik heb het aangenomen en ik sta nu in deze genade. En ik heb toegang tot die genade. Tot de Vader met wie ik vrede heb. Nou, en dan zie je in Romeinen 12 vers 6, of vers 5. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. We zijn allemaal één lichaam in Christus, maar we zijn van elkander natuurlijk ook leden. Dat is dat lichaam, hè? Dus ja, jij bent de voet, jij bent de teen, die is het hoofd en de ander is weer een oor of een oog. Maar we zijn wel een eenheid in Christus. En hebben nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Hé, hey, en dan zie je vers 7. Toen de tijd waren er nog genadegaven. Zoals profetie bijvoorbeeld. Bediening in het leren enzovoort. Dat, wij hebben het wel eens over, je hoort wel eens de charismatische beweging. Die hebben het toch over de gaven. Genadegaven. Hier heeft hij het over de genade die ons gegeven is. Aan de genade is ons dus gegeven. Want hij spreekt tegen de Romeinen gelovigen. Dus aan mij, ik heb de genade, is mij aangereikt. Ik heb het aangenomen, ik sta erin en het is aan mij gegeven. Maar dat komt omdat ik heb het ook aangenomen. Dus het is nu ook van mij, ik heb het. En dan zie je, in die tijd had je nog verscheidene gaven. En dat zijn, hier is ook het woordje charisma, charismata, ik heb even nagecheckt, is daarin gebruikt. Dat is charisma, dat is genade. Dat zijn de genadegaven. Toen de tijd had je nog gaven van genade. Als je bij mij even gauw, het kan nog even. Even kijken. Ja, Efeze 4 vers 7. Efeze 4 vers 7, dan gaan we 1 Korinthe en dan gaan we de volgende keer verder. Efeze 4 vers 7. Nou, Harry, jij hebt dat vanochtend juist ingeleid. De eenheden die we hebben met elkaar, de eenheid. En dan, maar, aan een, daar hebben wij allemaal die eenheid in. En daarin opereren wij ook in die eenheid. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de mate de gave van Christus. Aan ons iedereen is de genade gegeven. En dan zie je verder ook, hij heeft in vers 11 apostelen, herders en leraars gegeven. Toen had je allemaal charismatische gaven. Dat was allemaal in de begintijd. Die genade is gegeven aan ons allemaal. Maar die hele specifieke genadegave per persoon, gaan we van mij naar 1 Korinther 12, dat is nu niet meer zo. Toen had heel specifiek één persoon, die had bijvoorbeeld de gave van tongen. En die had de gave van dat, en die had de gave van dat. Ja? Zo zien wij de genade in die begintijd, toen de tijd. Er zijn nu geen specifieke gaven, maar kijk, 1 Korinther 12 vers 1. Paulus spreekt hier over de geestelijke gaven. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. De geestelijke gaven, dat zijn de gaven van genade. Als je kijkt, ook in vers 7 ziet ook staan. Even kijken. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring van de geest gegeven, tot het geen oorbaar is. Als je kijkt in vers 28... En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste profeten, leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmaking. Het heeft allemaal met gaven te maken. Kijk, als je in vers 30 kijkt, vers 31, doch ijvert naar de beste gaven. Niet overal, maar een aantal keer zie je charis staan. Dus het zijn genadegaven. Het zijn gaven van de geest en het zijn genadegaven. Dus dat hebben ze ook gekregen. Maar heel specifieke genadegaven voor een bepaalde bediening. Je hebt ook de gave van profeteren. Kijk, 14 vers 1. Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven. Maar het meest dat gij moogt profeteren. Nou ja, en dan vers 12. Alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven. Dus hier zie je de gave van de geest in die begintijd. Met van genezing, van wonderen, krachten, profetieën, dat soort dingen. Dat was toen de genade die aan hun gegeven werd. Specifieke gaaf voor een speciale bediening. Maar als wij nu kijken, hoe krijg ik die genade? Ik heb die ontvangen. We gaan de volgende keer zien.
dat je in de tijd had je die specifieke gaven. Dat had allemaal te maken dat de boodschap nog niet af was. En Paulus nog niet alles had geopenbaard gekregen. Maar toen dat eenmaal weg was, ziet dat die genade zich dus ontwikkelt. Dus die specifieke gaven der genade voor gezondmakingen, bijvoorbeeld genezingen, wat de charismatische beweging nu wil, die is weg nu. Dat hebben we nu niet meer. Wij hebben nu het complete woord van God. En wij hebben nu de genade, 2 Korinthe 9 vers 8... Die gaan we de volgende keer zien, dat wij die hebben voor elke situatie, voor elk moment, overvloedig en voldoende voor elke situatie in ons leven. Niet door specifieke gaven, maar de boodschap van genade. En die gaat dan ook heel krachtig in ons werken. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar je ziet dat die genade zich in het begin van het lichaam van Christus heeft ontwikkeld met die specifieke gaven, tot alles te maken met die begintijd. Maar dat is voorbij. En nu hebben wij genade, hebben wij ontvangen. En de genade die krachtig in ons werkt, als wij het in het geloof aanvaarden en in het geloof gaan toepassen in ons leven. En daar hebben wij de brief van Paulus voor. Dus daar gaan we de volgende keer verder over zien. Dus ja, nogmaals, wat hebben we geleerd? Genade, dat is wat, de onverdiende gunst van God, nu door het kruis van Christus, dat hij, dat wij hem nu kunnen dienen, dat hij met ons in ons kan werken. En ons kan helpen, kracht geven, kan redden. We hebben de geprofiteerde genade zien voor het volk Israël. Nou, dat weten we, dat heeft te maken met het nieuwe verbond. En hij gaat in hun harten schrijven en ze zullen zijn geboden kunnen doen. Het bloed daarvan is het bloed van Christus, dus het Oude Testament niet meer. En dat zal hun in het koninkrijk brengen en dan zullen ze met hem regeren. Dat is de geprofiteerde genade. Maar de verborgen genade is van Paulus. Tenminste, dat heeft hij verkondigd. En dat is uit genade door het geloof alleen. En dan zien wij, het is zaligmakend, het is voor iedereen. En het onderwijst en leert ons om juist de wereldse begeerlijkheden niet te gaan leven. En dat moeten wij in geloof aanvaarden en aannemen. En als je het hebt aangenomen, dan heb je het. En heb je samen met het woord, gaat hij jou dag in dag uit, gaat hij jou versterken. En dan geeft hij jou in feite natuurlijk elke keer die kracht door de boodschap van genade voor elke omstandigheid. In de goede omstandigheden en ook in de slechte omstandigheden. Dus ja, laten we ons daarin verblijden. Ja, vader, we willen u verdanken, vader, voor die geweldige boodschap van uw genade, vader. Wij kunnen niet zonder, het is ons alles en we danken u daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.